talking to me? You talking to me? Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is best wel vroeg. En ja, het is best wel vroeg. En ik ga me nu even klaarmaken. Je weet zo van de dingen doen, ontbijten, douchen, et cetera. En dan gaan we ergens naartoe. En dan vertel ik jullie zo meteen waar naartoe. Volg. Wat doe jij? Wat doe je, Rocky? Rocky? Rocky, wat doe je? Kijk hoe die kijkt. Rocky, waarom heb ik jou niet, man? Nog één. Ja. Ik strijd altijd met deze lenzen, zeg. Kijk zo, die lukt zo. En dan, het. Klaar. Oh, klaar. Oké. Is maar kan kijken nu. Ik ben hier met Smaïn. We zijn in de IKEA. Sabah al-Khair. Sabah al-Khair, vroeg. 10 uur precies zijn we hier gekomen. En dan gaan we een beetje spullen kijken met onze moeders. Zoals ik al zei, we willen ons huis renoveren. Dus we gaan kijken wat we hier vandaag kunnen meenemen. Heel mooi deze. Al Pacino en Jessa. Wat denk je? You talking to me? You talking to me? You talking to you. The best. Kijk. Leuk van die IKEA is dat ze hier zo routes hebben. Het gaat zo, kom je langs allemaal huizen. Oh, yo. Dit is heel lekker dit. Wacht, we komen voor tafel en dingen. Kijk wat onze moeders pakken. Marokkaanse moeders be like. En nee, deze is 1 euro bij Action. Wat ga ik hier halen voor 2 euro? Ja, oh, meneer, ja, gus. Oh, wist je wat er in bakjes? Oh, het is een nachtje gebruik voor onderweg naar Maghreb. Dat is dat wij zeggen, we zijn er toch. Pak. Ja. Ja, ja, nou. Ik denk dat het geen tafeltjes kopen wordt. Ik kom van rechts hier, ik heb voor. Dat is meneer ta. We zijn nog steeds aan het kijken voor een tafel. Mijn honger. Oh. Hier zo. Zo. Dat is zo. Oh, twee van deze. Ja, perfect. Kunnen wij overleggen over een pyjama feestje? Kasteel en dat weet je, yeah. Waar wacht je op? Discovery staat aan. Ik ben nergens in het veld en ik zeg ik geef het op. Je zegt me drink het op, meisje ben je serieus? Misschien hou ik van je. Al kort je in mijn armen, wow. Blijf bij me, je moet opstaan. Vingers steek ik op, blijf bij me. Opstaan. Vingers steek ik op, blijf bij me. Dan is het warm en dan is het koud.
Tweede minuut. Wedstrijd is pas begonnen, tweede minuut. Kijk, hij speelt verder omdat ik niet speel. Want ik had het idee, precies. Ik kan dat steeds drukken. Doe jij? Je mag wel je chargen, zo. Kijk wat hij doet. Hij past gewoon die bal in mijn voeten. Ik ben trouwens Chelsea voor de mensen. Kijk. Ik moest al lang nog 5-6-0 zijn. Ik gun hem. Het is 2-0 nu. Eén keertje. Nog een keer. Hop. Eden Hazard. Kijk hier. Kom Real Madrid, hè. Ik heb Barca is rot. Ja. Waarom heb ik Barca? Jantje. Eerste helft, Jantje. Bij deze daag ik iedereen uit. Iedereen daar zo. Om met mij het FIFA. Ik maak jullie af. Xbox. Zeg maar tegen Smijn, ik heb je afgemaakt. Ik maak je stuk. Doe maar pauw, pauw, pauw. Doe maar pauw, 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 pauw. Maak je stuk. Zeg maar, maak je stuk. Zeg maar, ik heb Smijn afgemaakt. Toch? Aaien. Yes mensen, het is inmiddels alweer avond. Even kijken. En ik ben naar huis gegaan. Ik heb nog eventjes gefifa, tenminste met Smijn. Toen ben ik naar huis gegaan. Toen ben ik gewoon thuis in slaap gevallen, wakker geworden. Een beetje achter mijn computer zitten niksen. En nu ga ik even naar de avondwinkel, omdat ik heb geen fax, ik heb geen gel, ik heb niks. Dus ik ga even kijken of ze... Wat hebben daar zo in de winkel? En? Ik ben trouwens mijn camera vergeten in de auto. Dus die moet ik zo meteen ook gaan pakken. En ja, ik moet nog wat anders pakken. Een schoenenkastje uit de auto. Dat we bij de IKEA vandaag gehaald hebben. Dus volg. Yes mensen. Ze hebben gelukkig wel gewoon de wax. Dus alleen het is niet de wax die ik altijd gebruik. Maar ja, ik heb gewoon de sterkste uitgekozen. Normaal gebruik ik Blue One. Dit Blue One is ook een blauw potje, je hebt ook Red One. Maar ik gebruik altijd Blue One. In zo'n kauwgom geurtje, die koop je meestal bij een kapperzaak of iets. Maar dit is ook goed, gewoon eventjes voor morgen, weet je. En dan koop ik morgen al mijn eigen vax. En dan kan ik dit altijd gebruiken als reserve of iets. Als ik in een situatie, als dit doen laat, je weet zelf nog. Want we moeten hustlen op de blok voor die mannies. En we moeten harder rennen voor de koe, je weet het zelf nog. Dus het bijlijk verhaaltjes verzinnen. Mensen. Laat het plastic alsjeblieft eronder zitten bij je IKEA spullen. Ik ben weer dom om die plastic eraf te halen. Nu loop ik met 3 losse stukken hier zo. Yes mensen, we zijn weer aangekomen bij het einde van de vlog. Wacht, druk nog niet weg. Want ik heb een mededeling. Ik maak het veel interessanter dan dat het is. Maar goed mensen, ik heb een tijdje geleden gezegd dat ik deze kamer, deze van mij, wil opknappen met dingen van jullie. Dus tekeningen, schilderijen, weet ik het. Ja, ik wil deze kamer, kijk. Dit is lelijk. Eigenlijk, al deze muren zijn lelijk, maar ja, ik ben veel te lui om dit allemaal opnieuw te gaan doen. Dus ik denk van, weet je wat, ik ga het gewoon opvullen met tekening of whatever, weet je. Ik krijg vaak berichten binnen, DM's van mensen van, yo, ik heb een tekening gemaakt, kan ik dit naar je sturen? En nu is het een beetje moeilijk om natuurlijk mijn adres te geven. Maar ik kwam er dus achter, een tijdje geleden werd mij verteld dat mijn media management bedrijf waar ik bij zit, Mediacraft, dat je zeg maar ook dingen daar naartoe kan sturen. Dus, bij deze, willen jullie mij iets sturen? Het kan van alles zijn, een tekening... Een foto die je ooit met mij hebt gemaakt. Ik zou niet weten wat je wilt sturen. Stuur geen poep, alsjeblieft. Ja, stuur geen poep, want die mensen daar zo gaan het niet leuk vinden. Dus stuur het alsjeblieft niet op. Maar kijk, ik heb deze tekening een tijdje geleden gekregen van kijken. Dat is deze. Staat op YouTube.
paal, Marokkaanse vlag, en zo'n heel emoticon. Hashtag Mokro Style. XX van Yasmina El Majari, je allergrootste fan. Dus dankjewel trouwens nog voor deze tekening. Die ga ik sowieso nog ergens een plaatje geven in deze kamer. Trouwens, dat wil ik ook vragen aan jullie. Weten jullie waar ik plakkertjes kan halen? Zo'n hele speciale posterplakkertjes aan de muur. Want anders hoef ik het niet met plakband of iets doen, want plakband is lelijk. Zo'n speciale plakkertje doe je zo. Klaar, zitten ze in de muur. Dus weten jullie waar ik die kan kopen? Gooi die even in de reacties. En check ook de beschrijving waar je dit ding naartoe kan sturen. Naar welk adres jullie dingen. Hier ook, hier. Ik gooi het nu wel ergens in beeld. Ja, precies. Daar kan je het naartoe sturen. Dus mochten jullie wat hebben, send me stuff, you know. Ik krijg vaak berichten van, we willen je graag wat sturen. Of we willen dit of willen dat naar je geven. Maar nu kan dat. Nu kan dat, mensen. Ik kom daar wel eens bij dat bedrijf om de 2 weken, denk ik. Ga ik dan wel. Als ik zie van, er wordt veel, zeg maar, gestuurd, dan ga ik wel om de 2 weken langzaam op te halen. Ik heb binnenkort daar weer een afspraak, als het goed is. Dus, mocht jullie wat willen sturen, stuur het vooral die kant op. Nou, mensen, de herfstvakantie die is voorbij. Het is voor jullie nu maandag, maar de herfstvakantie die is... Trouwens, de klok was ook vooruit gegaan. Vandaag in de ochtend om 3 uur. Vooruit. Achteruit een uurtje, dus een uurtje lang slapen. Yes. Maar goed, mensen, wat wil ik ook weer zeggen? Oh ja, herfstvakantie voorbij. School gaat gewoon weer beginnen voor mij morgen. Voor jullie ook waarschijnlijk, als jullie nog op school zitten of werk of weet ik veel wat. Dus ik wens jullie sowieso veel succes met dat. Eerste dag is altijd zwaar, dus... Keep on fighting, you weet zelf. Dus bij deze wil ik de vlog officieel afsluiten. Vond je deze vlog een leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. Blauw veel lang pette hebben. Verspreking, jullie weten hetzelfde woord bij mij. Vond je deze vlog nou leuk? Laat dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk niet de reactie onder te plaatsen. Vergeet natuurlijk deze vlog niet te delen op al jullie social media. En zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...